What's good? Kelfam, ik ben hier met de man, de levende legende. Het is de man van de tosties, Dylan Hagens. Woo! Man, I'm very proud of you that you are here. It's been a while that we've seen each other. Yes, indeed, yes. But it's gonna be fun. Yes, I Lekker. Think so. Proost. Ik eet nooit paprika zo. Echt nooit. Nee? Jij doet dat wel eens toch? Ja, af en toe. Ik ben lekker. Ja toch? Ja. Iedereen zegt die line. Als echt? Ja, dat is best lekker. Echt alsof of je een commercial speelt. De paprika is gezond voor elk. Luister maar naar deze tevreden klanten. Dat is lekker. Goed, leuk dat jullie kijken naar deze video waar we praten. Is lekker. Ja. Ik ben blij dat jij er bent. Dylan en ik kennen elkaar al wat loop je nou weer te... Dat kwam uit mijn mond, dus ik eet het opnieuw op. Hey. Dat is lekker. Dylan en ik kennen elkaar al bijzonder lang, namelijk 6 jaar. 6 jaar? Denk ik. Ik denk langer. 20 jaar. 38 jaar kennen we elkaar al. Ik ben nog verliefd geweest op jouw moeder. Zo lang kennen we elkaar al. Huh? Oké, dat had ik niet hardop moeten zeggen. We gaan vandaag een videootje maken en je zal je ongetwijfeld afvragen, hè? Kelvin en Dylan, waarom? Nou, omdat het gezellig is. Ja. Want het is altijd gezellig met een Limburger. Hey, zak die mee. Oh ja, zeker. Ga allemaal naar de film van Dylan Hagens. Hey. Dat is hartstikke gezellig. Ik ben trots op Dylan. Dylan heeft namelijk zijn eigen film. Ja, thanks. En dan lijkt het net alsof je deze video met mij wil opnemen ter promotie. Ja. Maar dat is niet waar. Ik speel er ook in. Ja, ja. Het is echt wel kapot grappig hoor. Ja, is mijn stilte van... Ja, echt. Ik heb hier nog niks in stilte van. Nee, ik wil weten. Eén ding wat ik weet is dat ik zo in een bulldozer zit. We hebben een screening gehad en mensen gingen echt helemaal los bij jouw stukje. Ah, dat is echt waar. Dat is nice. Echt mooi. Comedy. Comedy King. Vandaag is de dag dat we voor eens en voor altijd erachter zullen komen wie van ons de YouTubers het beste kent. Oh, nee. Wij zouden eigenlijk op hetzelfde level moeten zitten, want we zijn beide net zo lang YouTube. Old school YouTuber. Wij zijn first generation motherfuckers. Wat wil je dan? Ik wil kaas. Q-movies. We zijn nu bij de kaas. Q-movies? Wie is dat? Ja, nee. Maar ja, dat is niet erg. Ah, nou ja. We gaan beginnen. Als hij een keer aan die kippie zit, dan snij ik die hond. Game meneer, Kai van der Rey of Jeremy. Oh man. Ja, dit zijn... Dylan, als het makkelijk was, dan was het makkelijk. Ik denk wel. Ik weet het. Oh, ik weet het ook. Niet. Ja. Niet. Ja, er is iemand met kippetjes. Ja, zeker. Ja toch? 3, 2, 1, Kai van der Rey. Woo. Moet wel toch? Hij heeft kippetjes. Als hij één keer aan die kippie zit, Pascal, dan snij ik die hond in plaats van die kippie. Nee! Het was een smerige info. Wie maakt deze dingen? Quinten! Wat doe je? Je haalt grappen uit. Je haalt stunt. Jij bent dat stunt op ons, man. We komen meteen bij de eerste. Ja, man. Zo kun je niet zijn, man. Ik werd een psychopaat. Ik heb lopen lachen hardop terwijl ik fucking veel pijn had. Ik weet nog niet of... Maar is lekker. Ik weet niet of Quinten nou de psycho is. Of de persoon die dit zegt. Of de persoon die het zegt. Ik denk Quinten. Milan, Kai of Gio? 3, 2, 1, Kai. Lekker man. Ja. Echt jongen, ik werd een psychopaat. Ik heb lopen lachhard op, terwijl ik echt... Bijna. Ja, serieus? Zo. Wat verdorie. Maar Kai is echt een gast, als ze hem in zo'n middeleeuws martelding zet, dan zegt hij, ah, vet. Oh, ga door. Weet je wat er gaat gebeuren als je wint? Huh? Dan mag je de andermans paprika hebben. Oh! En je weet wat ze zeggen van paprika's. Best lekker. Ze vertrouwden de toeter niet, hè? Ze vertrouwden de toeter niet? Het kan heel seksueel zijn. Jazeker. Quinten, you psycho. Enzo. Staat Enzo bij de foto van Milan. Mij was er eerst ook ging iets fout. Kai Gorgels, Dylan Hagens. Altijd die foto van mij, hè? Gewoon, dat is de eerste Google image. Quinten, lamme tak. Dat is werk. 3. Of ja, zelf video, sorry, ik tel niet. 3, 2, 1. Kai Gorgels. Hé, dat zei ik ook. Jazeker. Maar ik zei geen Gorgels. Ze vertrouwden de toeter niet, hè? Nee! Het was een zo knul! Met een foto van Milan knul! Anders had ik het geweten, als er een foto van Enzo was, had ik hem gezegd. Ja, nee, is goed. Komt hij even hoor.
Polygamie of iemand jullie allebei zou willen. Linda de Munk, oh. Ananoush in de ja, ik weet het sowieso. Ja. Jamila sowieso nooit. Nooit. 3, 2, 1. Linda. Nee, ik ga voor Anna. Echt? Ik wil even gewoon even iets ja, anders dan jij. Ja, wij denken allebei. Wij denken, oh Linda, het is echt zo. Ja. Die heeft alleen maar over funzige dingen. Ja, toch. Polygamie ja. Of iemand jullie allebei zou willen. Ik ga het vragen. Hey! Ja. Ja. Hey. Hey. What's good, motherfuckers? I got this. Yeah. Let's go. Maar is lekker. Hier zien we een slechte verliezer. Schiet mij maar af en maak biefstuk van me. Vind ik wel grappig. Ja, vind ik ook wel leuk. Oké, okay, doe eens even een wilde gok. Kijk of we gewoon from the top. Wie zou dit... Wie is er zo grappig? Okay, welke YouTuber is er grappig? Dylan Hartner. Calvin. Nee. Ja, ik vind het wel iets wat game meneer zou kunnen zijn. Of iemand van lekker spelen. Maar okay, ik denk dus Kai Gorgels dat hij dat zou doen. Ja, maar die gaat er niet nog een keer. Nee, maar hij was het niet net. Ja, maar hij gaat er niet nog een keer als keuze. God, hij is wel als... Hé, hey, maar game meneer is aan de hand. Oh, wie? Smart! We zitten wel. Ja, nee, netjes. Prima, kom op. Schiet mij maar af en maak biefstuk van me. Oh nee, dit. Boeila! Hey, die is wel. Hey. Ja, dit is netjes. Je bent geen gast, dus ik heb dit keer geen gastcadeau voor je. Milan, Kai of Nessim? 3, 2, 1. Milan! Oh my god. We liggen niet meer op één lijn. Wat is er gebeurd? Ik had niet verwacht dat we zo voor elkaar zouden groeien. Je bent geen gast, dus ik heb geen gastcadeau. Normaal heb ik dat. Nee! Maar ik heb deze video letterlijk gezien, dus vandaar. Ik wist oh, dat. Jij bent zo'n smering. Nou, nah, smerig. Kijk. 3T voor je boy. Calvin. Yeah. Ja. Mas, nee, zeg maar. Nee, zeg maar. Zeg nou wat je wou zeggen. Nee. Je mag bij mij alles zeggen. Oké, alles. Comedy. Massage gaan geven in een Thaise massagesalon. Je weet wat daar gebeurt, toch? Giel. Oh. Sophie. Oeh. Of Femke. 3, 2, 1. Giel. Ja, ik... Want dit is echt zijn uitspraak dat hij zegt dat ze een opdracht moeten doen. Je weet wat daar gebeurt, toch? Ja, je bent ach, gast, je weet wat daar gebeurt, toch? Oh, joh. En dan weer heftige dance-achtige muziek. Nee, echt serieus? Ja, je weet wat daar gebeurt, toch? Dit bedoelde ik! Dit is hem! Hey. Wij gaan stuk voor jou. Oh, lekker! Hey, maar we hebben 4-3. Met andere woorden, je boy Calvin staat nog steeds voor. Groningen represent! Shoutout naar Groningen! Northside versus Southside. Het is wel. Kun je Northside ook met je vingers? Wat is dat? De N! De N? Wat is dit nou voor N? Of moet je met de andere kant? Nee! Nee, dit is de N, dit is een kleine N. Nee, je doet toch geen kleine N? Je moet deze doen, dit is de Northside. Hoezo, wat is dit nou? Dit is oprecht Northside! Hoezo weet jij hoe je een N moet doen? Je komt uit Venray. Maar was die chickie mooier dan die chickie van nu? Die chickie, dit is sowieso QC of zo. Maar was die chickie sowieso mooier dan die chickie van nu? Oké, QC staat er niet tussen. Wie er wel tussen staan? Han Wei Chang, Armo of die Tim? Oh, dit is wel een moeilijke man. Ik denk Hanwee. Oh, wacht, ik zei het al hardop. Okay. Ja, ik dacht niet Hanwee, dus okay. Ik denk namelijk Tim. Maar was die chickie mooier dan die chickie van nu? Ja, nee! Boeien! De man is blij hoor. Je lijkt echt op... Hé, maar je hebt een punt man, we staan weer gelijk. Southside? Southside. Comedy. Je lijkt echt op een smokkelaar. JJ Boske, Fonne of QC? Oh, QC. Oké, ik weet het. 3, 2, 1, Fonneke. Oké. De bel is on. Nou, sorry, maar je lijkt echt op een smokkelaar, hoor. Hey! Ja! Pa, 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 pa. Hey. JJ, waarom zeg je dat nu gewoon? Ja. Heeft de Southside nog iets te zeggen? Ja, ik vind het een beetje flauw, dit. Comedy! Toen ging er een wijf met een banaan in haar kut zitten. Quinten! Hij is de dirty ass motherfucker! Hij heeft dingen tekort op dit moment toen hij dit maakte. Kai Gorgels, Sophie Milsink, Defano Holwijn. 3, 2, 1, Sophie. Kai! Ik, met een banaan? Ik zie het gewoon helemaal voor. Wat is dit nou? Ja, met een banaan? Zij is zo lomp. Ja, oké. Ging er een wijf met een banaan in haar kut
Stengertje, ik hoorde het gewoon al uit haar mond komen. Hé, hey, maar Kai zit ernaast, telt dat ook voor een halve punt. Nee, natuurlijk niet. Jawel. Nee. Kijk, het staat weer gelijk. Lekker bezig. Lekker. Het is spannend, spannend tot het eind. Ik had een emo-avond. Dionne, Bibi Breiman, Mionike Janssen. 3, 2, 1, Monica. Bibi. Wacht. Ik had een emo-avond. Ja! Zo excited! Fuck! Uit de kast met z'n drieën. Oké. Okay. JJ, Thomas, Giel. Ik weet het. Ik weet het ook. Ja? Oké, okay, zeg maar. 3, 2, 1. Thomas! Ja, nee, zeg even wat anders. Nee! Jawel! Dit is het 100%. Het moet spannend blijven. Oké, okay, we gaan ze nou kijken. Uit de kast met z'n drieën. Met thuis. Woe! Lekker! Ja, dan kun je wel hyped zijn. We hebben het allebei goed. Dus... Ja, maar ik sta nog steeds eentje voor. Oh, dit was niet de laatste, zie ik. Helemaal niet. Nee. Gio die ziet dat. Die pakt het jongetje aan en gaat hem wat klappen geven. Wat? Yeah. Stefan, Kai of Gio? Oké. 3, 2, 1, Gio! Stefan! De familie. Ah. Dat ziet er. Nee, Gio ziet dat. Gio die ziet dat. Die pakt het jongetje aan, die gaat hem wat klappen geven. Wow, nee! Plot twist! Plot twist! Ik dacht dat ik gewonnen had! Ik dacht dat ik hem had! Deze was mooi! Quinten diep bij je. Ja! Die was mooi! Altijd check ik mezelf wel even, maar niet op SOA's. Oh wacht, dit heb ik laatst gezien! Wacht, wie was dit? Oh ja, ik heb natuurlijk Multiple Choice. Ja, ik weet het! Ta-ta-ta-ta-da! Oké, dan geef ik je een hint. Het is één van de drie. 3, 2, 1, Gio! Bah! Yes, Gio was een goed! Ik dacht, ik mag nog even extra lang, zodat jij me niet kan napraten. Maar ja, dat is... Hoe ze zeggen, nee, dat is hetzelfde als ik. Hey. We zijn weer op die één lijn. Ja, ja. We zijn elkaar naar elkaar toegegroeid. Maar ben je een beetje idol, Gio? Ja, sowieso. Ja, altijd check ik mezelf wel even, man. Je check jezelf. Ja, natuurlijk. Ja, niet of zo was dat zo toch, maar gewoon... Gio zit op een comedy level deze dagen, man. Ik weet al wat er overheen gezet kan worden. Comedy. Omdat ik ruzie had gemaakt met een Thaise prostituee, Thomas Cox, Emma Wortelboel, Veras Fawas. 3, 2, 1, Veras. Thomas Cox. Hij is toch in Thailand geweest? Omdat ik ruzie had gemaakt met een Thaise prostituee. Ja, ja, ja. Motherfucking bitches. Motherfucking bitches. Het is gelijk spel. Het is gelijk spel. Oh my god. Nee. Nee, maar het is wel netjes. Dit is bewijs, we zitten op één level. We zitten wel degelijk op één. We zitten lekker, man. Ja, goeie dingen. Nu transformeren we in dezelfde persoon. Amen! Oké, ik had niet verwacht dat ik in een vrouw zou transformeren door dit.